Majesteit, veteranen, dames en heren. Graag geef ik het woord aan de voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag, de heer Smit. Majesteit, uw aanwezigheid vandaag voelen onze veteranen, zo weten we, als het allerhoogste eerbetoon van erkenning en waardering. Het tekent uw betrokkenheid bij het wel en wee van onze veteranen en de mensen die namens en voor ons uitgezonden worden naar brandhaarden in deze wereld, ter verdediging van onze vrijheid en veiligheid. Vandaag zeggen wij als samenleving dankjewel aan onze veteranen en zijn we ons bewust van de grote opdracht die jullie namens ons allen hebben vervuld. En laten we daarin nooit vergeten dat wij als samenleving collectief verantwoordelijk zijn voor onze mensen die namens ons op pad worden gestuurd in gevaarlijke situaties. Denkt u wel eens nog eens aan de inzet? Ja, zeker wel een paar keer per jaar. Maar dat komt ook omdat ik gastlessen geef op school. En wil ik voornamelijk vertellen dat dus de mensen in Nederland in een enorme vrijheid leven. Die in heel veel andere landen waar de missies zijn geweest. Of je nou vrede wil brengen, vrede moet bevechten of vrede wil bewaren. Dus de partijen scheiden. Ja, wat dat dan voor verschillende missies meebrengt. Maar vooral zeg maar, wat voor een enorme vrijheid we hier in Nederland hebben. Ik ben zelfs uit Syrië gekomen en ik heb zelf beelden gezien die je eigenlijk liever als kind niet wil zien. Ik vind eigenlijk dat veteranen wel vaker bedankt moeten worden. Dus omdat ze heel veel voor het land doen, maar ook voor andere mensen. En ik vind het zelf gewoon heel speciaal en ook eigenlijk echt dapper dat zulke mensen dat voor ons kunnen doen. Waardering is alles. Heel veel veteranen komen met moeilijkheden thuis. En als je dan bij een witte anjeperkje je gevoelens kan uiten, is soms wel eens heel belangrijk. Wat is een bijzondere eer om hier als burgemeester van Steenbergen de aandacht te mogen vestigen op onze veteranen uit onze gemeente. Als burgemeester en veteraan heb ik 5 jaar geleden het initiatief genomen voor een lokale veteranendag. Daaruit is de stichting Veteranen Steenbergen ontstaan. Zij maken zoveel mogelijk verbinding met onze inwoners en in het bijzonder onze schooljeugd. En zwijgt vervelende muziek. De tederheid is overleden en de illusies zijn doodziek. Natuurlijk laat alles komen voor wie het maar het meeste biedt. Er worden bloemen stuk gelopen, maar een vriend zien huilen kan ik niet. Natuurlijk, spiegels zijn integer, geen moed genoeg om jou te zijn. Niet elegant genoeg voor geven, geen licht maar alleen valse schijn. Ik ben Leo van Boheme, 96 jaar. En toen ik 22 jaar was, ben ik uitgezonden naar Indië. De oorlog was 1945 afgelopen. En toen werkte ik met mijn vader in de boter- en kaashandel. En toen kwam er een brief dat ik in dienst moest komen. En mijn broer Piet, die kreeg toen tegelijk ook een brief dat hij in dienst moest. Wij zijn in maart aangekomen in Pelembang. En in juli is mijn broer ziek geworden. En daar kreeg ik bericht van. Aanvankelijk dachten we dat dit zou redden. Maar toen kwam er toch weer een inzinking en is hij na 4 weken overleden. Toen de tijd mijn zoon in dienst opgeroepen werd en toen hij dan ook als militair bezig was, ik wel dacht, goh, wat hebben mijn ouders toen meegemaakt toen zij de zoon verloren. Ik denk, ik heb nu maar 1 zoon, maar als ik veronderstel dat je die zou verliezen, dat kwam heel hard over. Het vaandel symboliseert allereerst de band met ons koningshuis, met onze koning. Maar het vaandel staat ook voor de verbondenheid. We zeggen niet voor niks, 1 team, 1 taak. De vaandel wordt geïnspecteerd of die schoon en netjes is, zodat hij bij de vaandelopschriften gewoon helemaal perfect uitziet. De vaandels en standaarden van de Nederlandse krijgsmacht gaan terug tot de beginjaren van het Koninkrijk. Presenteert. Wij, Willem-Alexander, bij de gratie gods, koning der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, enzovoort, 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 besluit tot toekenning van het vaandelopschrift Afghanistan 2002-2014 aan de Koninklijke Luchtmacht. Ons regiment van Heust krijgt de vaandelopschriften voor de krijgsverrichtingen Noord-Kandahar 2006 en Uruzgan 2006-2009. Het uitreiken van het vaandelopschrift doet recht aan inzet van al die mensen op al die plekken, vaak onder moeilijke omstandigheden, onder hoge dreiging, in complexe missies, waarbij mensen risico's moesten nemen, de moed lieten zien om die missie ook met elkaar uit te voeren. Tijdens de ceremonie geef ik het vaandel over aan onze regimentscommandant. En de regimentscommandant krijgt onze koning de kravat aan het vaandel gehangen. Met heel veel trots voegen we dan dat vaandelopschrift toe aan ons vaandel die dag. En dat geldt niet alleen voor mij, maar voor iedereen die door de Uruzgan is geweest. Die heeft hetzelfde gevoel. We staan nu samen met onze oude veteranen op het vaandel. de Anjeprijs. Dat is een jaarlijkse prijs die we uitreiken. En dit jaar waren er weer 12 genomineerden. En het was een hele moeilijke klus om daar een winnaar of winnares uit te zoeken. Daar is de jury mee aan de gang gegaan. En dat is namens het Nationaal Comité Veteranendag een eerbetoon aan iemand die zich op een bijzondere wijze heeft ingezet voor veteranen. Die prijs wordt ook gegeven aan iemand die met zijn hart voor veteranen iets gedaan heeft. De keerzijde van dit hart is het veteranenlogo. Wat refereert naar de veteraan die alles wat hij heeft meegemaakt in zijn hart met zich meeneemt. En ik ga hem geven aan Nora Jonsen. At those eyes for a while. Everybody sees something else. I just see fear I've never felt. I wonder what you see in those eyes. A soul that's trying to survive. I know that life can be unfair, and there's some men who don't seem to care. Their priority is cash and one-man power, and they don't blink when someone dies every hour. Scream for their eyes, a little bit of hope in their eyes. They need someone from the top to stand. If they don't, we'll raise our hands. Op ons continent, op minder dan 1 dag rijden van hier, woedt een vreselijke oorlog. Moeten gewone Oekraïense burgers huis en haard ontvluchten, vrezend voor hun leven. Vechten Oekraïense soldaten op leven en dood voor de onafhankelijkheid van hun land. Staat de vrijheid van een heel volk onder druk. En daarmee die van alle Europeanen. De vanzelfsprekendheid waarmee wij in Nederland sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog leefden in vrede en veiligheid is verdwenen. Onze vrijheid is niet gratis. Vrijheid moet worden onderhouden, gekoesterd en ja, als het moet, zelfs worden bevochten. Soms tegen de hoogste prijs. Want op dit moment beseffen we eens te meer dat er moedige mannen en vrouwen nodig zijn die, zoals het defensiemotto zegt, beschermen wat ons dierbaar is. En vandaag op Veteranendag staan we daarbij stil. Vandaag eren we onze veteranen. Vandaag bedanken we jullie voor het verdedigen van onze vrijheid en het voorbeeld dat jullie voor ons zijn. Dank jullie wel.